echt heel cool. Dus, onder water is alles anders. Het is stil, het beweegt langzaam en het is wel gek in het begin dat je onder water kan ademen, maar het is wel echt heel cool. Ja, ik vind dit wel spannend. Weet je wat het is als je dan bijvoorbeeld in een Maleisië of Indonesië aan het duiken bent? Dan is het water gewoon meteen helder en dan zie je eigenlijk bij wijze van spreken de bodem al. En dit is het allemaal best wel donker of zo. Dus dat vind ik wel, geloof ik, een beetje spannend. Over iets is waar ik bang voor ben? Nou, het grote zwarte gat. Want dat is een behoorlijk gat en er ligt ook nog een bus. Een bus? En ik heb mijn OV-chipkaart niet bij me. Ja, dankjewel. Heb je een paddy? Ik heb een paddy. Hoe voelt dat? I'm very paddy. Maar hoe ging je laatste duik? Ja, dat was te gek. Maar ik merk wel met duiken, heb ik al net gezien, dat je kunt je paddy halen, maar daarna moet je wel echt door blijven duiken. Als je hier beneden het water ingaat via trappie, ligt halverwege gewoon een bus. Dat is te gek. Dat zie je niet, je hebt er niks aan, maar er ligt gewoon een bus. Echt een oude stadsbus. Het was vreselijk koud. Ja, je hebt natuurlijk al zo'n pak aan, twee zelfs. En het is een semi-waterdicht pak. Dus dat betekent dat er zo heel langzaam zo koud water zo vanaf je voeten zo heel langzaam zo een beetje zo naar boven gaat. En bij je handen ook, beginnen het bij je handen vol te lopen. En dat je denkt, oké, mijn temperatuur begint te dalen. En en ik denk na een kwartier dat ik echt, ik had zo'n koude handen, dat ik daar bijna niet meer kon bewegen. Dat is echt een verschil met een zwembad. Of het koud was? Het was heel koud. Oh, ja, hij was weg. Zak. Ja, nou, mijn zwemdiploma heb ik nu ook gewoon onder waterzwemdiploma. Met andermans lucht.